Kalberg Media Consultancy en Trainingen heeft gisteren haar 10-jarig bestaan gevierd. De viering vond plaats in het SST Bondroe Clubhuis aan de Dochter Sofie Redmondstraat. De jaardag begon met een dankdienst. Tijdens deze dienst heeft dominee Roberto Redling een terugblik geworpen op de afgelopen 10 jaar. Hij stond ook stil bij de tekst die de organisatie heeft gebruikt voor de viering, gehaald uit Klaagliederen 3. Redling heeft verder de betrokkenheid en ondersteuning die de samenleving aan het trainingsinstituut heeft gegeven, de revue laten passeren. Chantal Vient was de gastspreker op de viering. Ook zij gaf een kort terugblik van hoe het allemaal begon. "Voor mij is het allemaal onverwachts begonnen," zei ze. Vient memoreerde daarmee haar intrede in Kalberg Media Consultancy en Trainingen. De viering van de 10e jaardag van het trainingsinstituut is samen met vrienden en familie afgesloten met het heffen van de glazen.